Ja, zijn we nog aan? Ja hoor. Ja. Nou, daar gaan we. Klein beetje bijstellen, zo. Wasstraat nummer? 31. 31. 30 is nog niet eens verschenen en we zijn al met de volgende bezig. Nou, dat werd ook wel tijd, want het is wel heel erg lang geleden. Ja, ja joh. Ik weet niet wat dat is. Af en toe heb je zo'n dip, weet je wel. Dat je wel heel veel mensen hoort van, oh, dat is hartstikke leuk. Maar dat je er zelf nog eventjes niet aan toe bent. Nee, ik heb... Ja, tenminste, dat had ik dan. Hè, want ik had het druk en ik had een... misschien toch wel een beetje een shock van de vakantie of zo. Nee, dat is inmiddels al zo lang geleden. Er is ook al zoveel gebeurd. Ja. Ik was vorige week op het Frontierscongres. Een congres voor front-end developers. Mm-hmm. Hier in Amsterdam. En dat was eigenlijk best goed. Dat was eigenlijk supergoed, zoals altijd. Cool. Hoge kwaliteit. Dus er zitten een paar enorme nerds zitten ertussen. Dan moet je voorstellen, verhalen, als dat iemand 3 kwartier zit te vertellen over hoe je een website moet optimaliseren, zodat animaties niet stotteren en dat je dan moet optimaliseren voor dingen onder de 1/60ste seconde. Oh, zorgen dat de verandering plaatsvindt binnen de 1/60ste van een seconde. Dat klinkt wel heel erg nerdy. Super nerdy. En dat gaat natuurlijk ook om mega micro-optimalisatie. Macro? Ja. Ik zou het niet weten. Micro. Heel klein. Heel kleine optimalisatie. Maar het zijn wel die dingen waarvan mensen uiteindelijk denken van, oh wauw, dat liep gewoon lekker soepel op dat ook, toch? Ja, dan liet ze voorbeeldjes zien en dan zie je zo animaties van sneeuwvlokjes of zo. En we zijn gewend en we vinden het normaal dat dat soort animaties, als we die op het web bekijken, dat die af en toe haperen. Dat je zo de sneeuwvlokjes ziet en dat je af en toe zo pop, een blipje ziet. Ah, ja, ja. Blip, blip, blip. En dat zag je nu. Dat zie je niet als je het goed optimaliseert. Dan is het gewoon super strakke animaties. En het grappige is dus dat mensen zaten van wow, in plaats van ja, zo moet dat toch gewoon. Iedereen was onder de indruk, want iedereen was ook waarschijnlijk met die problemen bezig. Of ja, nou ja, het was 5 jaar geleden hadden we dat natuurlijk ook. Dus zagen we ook altijd animaties die haperden. Maar hadden we geen enkel idee waar dat aan lag. Okay. En nu, nou ja, ik weet nog steeds niet waar het aan ligt hoor. Dat is wel te nerdy voor mij. Ik zag ze geloof ik ook op Mobilism, maar tenminste daar waren ook mensen aan het presenteren over. Jack Archibald deed daar een presentatie, inderdaad precies hier ook over. Ja, ja. Ja. Nou, ja, dit is wel leuk hoor. Ik vind het zo tof dat mensen dus JavaScript niet ook alleen maar zien als tooltje, maar ook echt dieper in durven te duiken. Ja. Dat is, dan ben je gekwalificeerd als echt developer. Ja. Of in elk geval dat je dat durft. Niet zozeer, je hoeft er niet per se goed in te zijn. Het moet ook wel. Ja, inderdaad. Je moet het probleem oplossen. Het is ook een echt volwaardig vak geworden. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en ook echt wel volwassen. Dat zie je dus ook aan dit soort dingen. Dat er op dit niveau wordt geoptimaliseerd. Dat was natuurlijk 5 jaar geleden, of nou ja, het is 8 jaar geleden, begonnen we met optimalisatie voor websites. Begonnen we na te denken van hoe kunnen we de performance verbeteren. Mm-hmm. In het begin dachten we, nou, dan zetten we gewoon een extra server erbij. Dan wordt die 2 keer zo snel. Ja. Het was ook goedkoper, hè? Hoe heet het? Een server was goedkoper dan iemand. Ja, maar we kwamen er al snel achter dat het helemaal niet aan de servers ligt vooral, maar dat het in de browser, als je daar optimaliseert, dat daar de boel dat daar het meeste winnen valt. Ja. Maar nu zie je dat het al tot dit niveau van wordt de rendering op de GPU of de CPU gedaan? Ja. Goeie vraag. Ja, maar daar is nu dus antwoord op gegeven. Oké, wauw. Ja. Dat is wij, ja, dat is super relaxed. Denk je dat dat echt door mobieltjes komt? Dus omdat mobieltjes ook langzaam zijn? Onder andere. Of langzamer. Het zal ook niet lang meer duren dat alles een beetje hetzelfde is, toch? Nou, dat is grappig. Dat is niet waar namelijk. Oh. Ik heb namelijk bijvoorbeeld een Firefox OS telefoon gekocht. Oh ja, ik heb je daarover horen communiceren. En
Wat vroeger inderdaad zo was, was alles werd altijd sneller. Dus je kon er gewoon van uitgaan, computers worden altijd sneller. Ja. En de wet van Moore is dat. Ja. De wet van Moore is eigenlijk dat er twee keer zoveel transistors op een oppervlak passen elke 2 jaar of zo. Ja, op hetzelfde oppervlak. Ja, precies. Dus dat is niet precies hetzelfde als snelheid, maar goed, je kan het een beetje ermee vergelijken. Maar op een gegeven moment, een paar jaar geleden, kregen we de iPhone, een echt slim telefoontje, een echt computertje. Uh-huh. Maar die was natuurlijk echt wel 10 keer zo traag dan de hardware die er toen de tijd, dan de computers die er toen de tijd verkocht werden. En toen dachten we, oké, nou hebben we dus gewoon ook een trager ding erbij, maar daar gaat diezelfde wet voor gelden. He, dus dat, ja, dat telefoontjes vanzelf snel wordt. Dat telefoontjes elk jaar sneller worden. Ja. Maar dat is niet zo. Want de trend is, oké, die heb je ook. He, dus steeds betere telefoons. Mm-hmm. Voor de nerds onder ons. Maar wat je ook hebt, is dat je de dat ze steeds goedkoper worden. Dus we blijven steeds langer blijven we oude hardware verkopen. Ah, oké. Is dat ook echt oude hardware? Of ook echt gewoon zo van, nou, dit is goed genoeg? Misschien goed genoeg hardware. Ja. Firefox OS, wat ik in mijn broekzak heb zitten, is echt een hele slechte telefoon. Hardwarematig. Mm-hmm. Dus de software is wel tof, maar de maar de hardware zijn super minimaal dus. Ja, de touchscreen is gewoon, de resolutie van het touchoppervlak is gewoon niet zo goed. Dus je typt vaak mis. Oh ja. Ik heb dat trouwens nu ook met mijn iPhone. Ik heb die iPhone 5. Maar het leek net alsof plotseling mijn vingers dikker waren geworden of zo. Oké. Dus ik type regelmatig naast. Maar ik heb het nu ook met mijn telefoons die ik al had. Dus dat je met alle telefoons sowieso al. Dus misschien ben ik zelf een beetje aan het dementeren. Ja. Oh jongens, we rijden nu het gevaarlijke gebied in. Waar je geen messen mag dragen. Nee, het is nu veilig, hè, want je mag hier geen messen meer dragen. Ja, inderdaad. Nee, ja. Het is de werelds veiligste buurt ooit. Ja. Maar ik heb een update, hè. Ik heb officieel een boete gekregen. Van, van de gemeente. Of ja, van de politie dus eigenlijk. Ja. Dus ik mag €160 betalen. En echt waar? Dat betekent tegelijkertijd dat je dan een aantekening krijgt in het dossier. Wat vroeger dan je strafblad was. For real? For real. Dus je hebt nu een strafblad? Nee, nog niet. De uitspraak moet nog komen. Want ik heb natuurlijk heel mooi een verzetsbrief heet. Oké. Dus die heb ik opgesteld. Heb ik ergens van het internet opgevist. Ja. En grappig genoeg wel voor bekeuringen, maar voor zakmessen heel weinig verzetsbriefvoorbeelden. Ik denk dat je ook een unieke case bent. Ja. Ja. Dus, wauw, dat wordt dan nog een duur geintje, zeg. Nou ja, als het puntje bij paaltje komt wel. Ik heb ze de keuze gesteld van nou, deze argumenten zijn genoeg om het te laten vallen. Of ik wil gehoord worden. Ja, natuurlijk. En zodra ik gehoord ga worden, dan moet ik inderdaad mensen gaan inschakelen. Ja, mensen die veel geld kosten. Dus ja, ik kijk daar niet naar uit, maar ik vind wel, vooralsnog is het een interessant experiment. Ja, is het ook. Toevallig sprak ik gisteren iemand van AT5 en die zei van, oh, dat is misschien wel leuk om dat op AT5 te laten zien. Ja, dat is wel goed. Zeg, nou, ik heb genoeg beeldmateriaal voor je. Oh ja, inderdaad. Ja. Oh ja. Het is allemaal netjes vastgelegd. Ja. Nou, toen begon die helemaal te glunderen. Ja. Ja. Ik ben trouwens ook naar ID geweest. Okay. Het was tegelijkertijd met Frontiers of een soort van overlap. Ja. Dus ID, dat is meer voor de marketeers en de salesmensen en onze klanten bedoeld. Ja. Om ze weer eens een beetje te inspireren, een beetje bij te spijkeren van wat het nieuwste is. En wat vooral de gedachtes, het gedachtegoed achter het web is tegenwoordig. En dat was doodsaai eigenlijk. Ja. Hey, jammer dat ik er niet heen was. Echt. Nee, het viel wel mee hoor. Maar je merkt dat we dat we op sommige gebieden toch ook wel echt wel best wel in de voorhoede zitten. Weet je wel? Dat het, uh, ik,
weet niet, ze hadden het over... er was een meneer die vertelde over zijn mode-website. En die zei ze van, ja, mobiel begint nu echt iets te worden. For real. En ja, ik denk ook zo van, nou, we zijn toch wel een jaar of 3-4 zijn we... daar heel serieus mee bezig. Ja, inderdaad, ja. Dus wat grappig dat het bij hun dan heel erg... ja, bij het achterlopen noemen, ik weet het niet. Voorlopen noem je het niet in elk geval. Nee, inderdaad, ja. Dus blijkbaar zijn er nog golven van gebruikers... Ja. Die daar nu pas aan toe zijn. Maar natuurlijk zeg maar. Is dat zo. Dat heb je toch... Ja. Wij waren, kijk, met mobiel en ook dankzij congressen als Mobilism in Nederland. Ja. En dankzij stromingen als Responsive Design. Maar ook dankzij de opkomst van iets als een iPhone. En daardoor liepen wij voor. Hè? Wij wilden allemaal die iPhone hebben toen die net uitkwam. Ja, precies, ja. Dus dat komt doordat we allemaal van die nerds zijn. Maar een marketeer die wil geld verdienen. Dus als hij geen bezoek vanaf een iPhone ziet op zijn site, dan gaat hij daar niks voor doen. Nee, het is een beetje een kip-ei situatie natuurlijk. Want als je niks fatsoenlijks hebt, dan gaan mensen daar ook heel snel weg van. Ja. Maar wat hij bijvoorbeeld ook zei, is voor de commercie, dus gewoon sales van kleding, gebeurt nog 90% gebeurt in de fysieke wereld. Okay. Dus, en dat over het algemeen zijn het dus vrouwen. Hij bagatelliseerde een soort van de mode wensen van de mannen. Dat was, je wilt een topje en je wilt een onderkant en that's it. Ja, ja, klopt. Zo doen mannen inkopen blijkbaar. Ja. En hoe heet het, dat is niet altijd waar. Maar hoe heet het, vooral vrouwen die willen geïnspireerd raken en die willen rondneuzen en Pinterest gebruiken en dat soort dingen. Maar daarna gaan ze met hun mobieltje blijkbaar naar de winkel. En dan gaan ze daar nog eens even bevoelen en betasten. En dan gaan ze daar kopen. Ja, ja, ja. In plaats van, nou ja, goed. Ja, maar kijk, weet je wat het ook is? Eén ding is niet na te maken op het web. En dat is kleren passen. Nee, inderdaad. Dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Dus we kunnen het wel proberen, maar dat gaat gewoon nooit lukken. Ja. En dat was ook een beetje zijn conclusie, hoor. Hij zei zo van, nou, ik weet niet of het wel wat wordt met de e-commerce... Of dat wel recht gaat trekken. En hij stelde kijk, eigenlijk het ook... Kan wel, maar er zijn bijvoorbeeld... Hebben wat, ik heb wel over zitten denken over hoe moet je omgaan met kleding verkopen. Mm-hmm. Of dingen verkopen. Want ik zelf wil namelijk niet naar de winkel. Ik vind shoppen verschrikkelijk. Helemaal niks aan. Ja, nee, same here. Dus als ik niet kan gaan, dan word ik daar blij om. Dus ik wil juist wel online shoppen. Ja. Maar wat wil ik dan? Of wat houdt mij tegen? Nou, bijvoorbeeld het feit dat... ik kies iets uit en mm-hmm. ik heb het en ik vind het niet lekker zitten. Of ik vind het niet mooi. Dat ik het dan terug moet sturen. Ja. Dat vind ik echt... Oh, dat is heel naar. Dan moet naar. Ik het in een doos stoppen. Dan moet je alsnog... En dan moet ik naar een weet ik veel waar naartoe om het... Afhaalpunt. Postzegels, weet ik veel wat. Ik weet niet meer hoe dat werkt, weet je wel. Dat schrikt mij echt letterlijk af. Daarom koop ik dingen niet online. Ja. Als je nou, en bovendien ook van uitzoeken. Ik wil helemaal niet uitzoeken. Ik wil gewoon eigenlijk een doos met kleren... elke maand. En wat ik hou, daar betaal ik voor. En wat ik terugstuur... Ja, die constructie bestaat trouwens. Volgens mij bestaat die wel, hè? Ja, in Amerika in elk geval... ze doen het sowieso met grappige dingetjes. Dus dat je... Ja, oké, dat is grappig. Ik wil juist minder dingen hebben. Nee, maar dan heb je het over... ik weet niet. Dat je zelf kan verwennen met een scheersetje. Er bestaat wel of sokken. Er bestaat zoiets wel in Amerika, weet ik. Ja, ja. Stuur je elke zoveel maanden sturen die je een... verse sokken en verse ondergoed. Dat sowieso. Nou, dat vind ik sowieso een goeie. Dat is wel een goeie. Ja. Maar het zou ook met kleren kunnen. En wat je volgens mij dan ook weer als meerwaarde kunt geven... Dus aan de hand van wat mensen terugsturen en wat ze houden... kan je een soort van profiel samenstellen van wat mensen tof vinden. Ja. En dus kan je steeds betere kleren gaan sturen. Ja, een soort van het profileren waar online iedereen huiverig voor is... willen ze dolgraag... In een winkelmodus. Ja, maar dat zou voor. Kijk, dat is een meerwaarde die je op die manier zou kunnen bieden. Ja, absoluut. Ja, ik denk voor. Dat het interessant is. En dat zou voor mannen werken, voor vrouwen.
misschien, ik zou, ja, voor zo'n pilot dingen. Zou ik beginnen met mannen. Ja, dat dus, is ook echt een gat, doe maar. Gat in de markt. Doe maar. Ja, Mark subscribe. Tears. Ja, doe maar. En er was ook een manier van bitcoin. Oké, grappig. En dat was al heel erg of tenminste, ja, ik vind dat sowieso interessant. Want het interessantste vond ik, want ik heb er allemaal artikelen over geschreven. Die staan allemaal op de website van Mirabeau en op mijn eigen blog en zo. En het interessantste was uitleggen wat valuta is. Oh ja. Kan jij dat na vertellen? Nou ja, ja, ik denk het wel. Want ik heb het geprobeerd te schrijven. Ja. Maar het meest frappante is, iedereen die gaat er vanuit. Ja, je hebt je pinpas en dan betaal je dingen. En je werkt ergens en dan krijg je dingen. Ja. En ja, wordt het. Maar je denkt niet echt na van, maar wat is dat eigenlijk? Wel, geld is een ruilmiddel. Ja. En dat is alleen maar zodat je. Dat je niet een geit onder je arm hoeft te nemen om vervolgens ergens anders een bankje te kopen. Ja. Ja. Dus dat is heel erg praktisch. Maar waar is het dan op gebaseerd? Hè? Hoe weet je dat geld bepaalde waarden vertegenwoordigt? Ja. Er is geen geitenvaluta-markt of zo. Dus heb je die tussenvorm, euro's. En dat moet dan gebaseerd zijn op een soort van grondwaarde. Vroeger was dat goud. Ja. Lang geleden. Tegenwoordig is dat ook niet meer. Dat hebben ze losgelaten op een of andere manier. Ja. Maar die bitcoins, die zijn dus. En het gaat dus om schaars goed uiteindelijk. Ja. Geld moet een schaars goed zijn, zodat het een bepaalde waarde vasthoudt ten opzichte van geiten en bankjes. Ja. Dus dat moet met bitcoin ook gebeuren. En dus hebben ze dat. In essentie hebben ze gezegd van, oké, we hebben een hele moeilijke berekening en er zijn maximaal 22 miljoen uitkomsten. Dat noemen we, zo'n uitkomst noemen we een bitcoin. En om die dingen te berekenen moet je maar een hele zware, heftige computer hebben. En die berekent dat dan één voor één. En elke keer als je zo'n ding berekent, dan heb je een bitcoin gekregen. Okay. Dus die rekenkracht die vertaalt zich naar één bitcoin. Okay. En vervolgens ga je daarmee handelen. Ja. Yeah. Dus dan kan je zeggen van, nou, ik wil ergens dus een bankje kopen. Dus dat, hoeveel is zo'n bankje dan? Nou, dat is dan 5 bitcoins. Ja. En dan moet je natuurlijk wel weten, normaal kost een bankje $50 of €50. En een bitcoin verhoudt zich tot een dollar 1 op 2 of zo. Of misschien 1 op 20. Ja. Dus dan heb je 2 bitcoin, dan heb je 1 bankje. Oké, ja. Maar die bitcoin, die waarde, die stijgt natuurlijk naarmate meer mensen gebruik van willen maken. Ja. Dus die berekeningen en die markt, dat is heel erg, nog heel flexibel. En dat is een groot, of tenminste, dat is een perceptieprobleem bij de uitvinders van bitcoin. Want ja, hoe het? Dus als je bijvoorbeeld 3 jaar geleden je eerste 3 bitcoins kocht voor een paar euro, dan ben je nu zeg maar best wel rijk. Ja. Ja. Want die is. Met factor 20 zijn die in waarde gestegen. Ja. En dus daar zien heel veel mensen die zeggen van, ja, maar dan gaan mensen dus zitten op hun bitcoins, net zolang tot die waarde omhoog gaat. Ja. Omdat de behoefte groter wordt, bla bla bla. Dus en dat is een heel complex ding. Lijkt wat een beetje probeert uit te leggen. Op huizen kopen en er niks mee doen. Ja. Omdat ze dan wat meer waard worden. Ja, ja, inderdaad. Ja. Alleen met een huis. Ja, kan je niet eventjes ergens naartoe om iets te kopen. En dat kan je met bitcoins dus wel. Hè? Daar zijn ze voor bedoeld. Ja. Maar het is wel heel erg interessant om dat te realiseren. Dat dus mensen inderdaad zo van, ja, ik snap valuta niet en daarom wantrouw ik bitcoins. Terwijl het in theorie gewoon een heel eenvoudig model is. Ja. Er is een schaarste. En met die schaarste ga je handelen. Ja, grappig. Ja. Dus, nou goed, dat was wel een hele leuk praatje. Daar heb ik echt van genoten. Ja, dat kan me voorstellen. Dat is trouwens, ik heb van alles eigenlijk wel genoten. Alleen het een was gewoon inhoudelijk heel erg interessant. En het andere was een soort van fascinatie van, oh wauw, jullie zijn hiermee bezig. Wat interessant, dat wist ik niet. Yeah. Het is net zoals dat je naar de, hoe noem je dat? Naar de huishoudbeurs ging vroeger. En daar, ging jij daar vroeger heen? Ja, ja, ik ging als klein kereltje, dus aan de hand van mijn moeder. Ah, oké. En dan mochten wij de zakjes chips 5 keer halen bij de krookiesstand. Oké.
Nee, ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt me wel inderdaad fascinerend. Ja, dat is echt, dan kom je echt hele andere mensen tegen. Ja. En dat is heel erg leuk. Dat is, want die hebben een heel ander beeld op de wereld. Maar die vinden ook, zeg maar, het internet ook op een hele andere manier interessant. Ja, maar natuurlijk, dat is voor iedereen. Is het natuurlijk, maar dat realiseren we ons niet allemaal, hoor. We denken allemaal dat we gigantisch bezig zijn met Facebook en Google+. En dat sms'en in het buitenland minder waard wordt of minder kost. Maar dat is allemaal niet zo. Het is heel erg rustig bij de wasstraat. We zijn er inmiddels. Hoi, mag ik de basis was, alsjeblieft? Wacht, meneer. Binnen, komt op. Pinnen graag. Nou, terwijl Fasiers aan pinnen is, we hebben dus geen beeld. We hebben wel een cameraatje achter ons, maar het produceren van de video, dat kostte zoveel moeite dat we even gereset hebben. En dat we dus... Nee, dank je. Oh, geen bonnetje. En dat terwijl ik net mijn haar blauw heb geverfd. Ja, kunnen zonde. Jullie dat niet zien? Dat is lullig, ik wilde er niets over zeggen eigenlijk. Ik dacht, dat was het geen ongelukje met Kiki of zo? Nee, bewust. Oké. Ja. Nou, stel je voor dat je op kant B kijkt, dan kun je misschien zien welke kleur het is inderdaad. Een mooie kleur blauw. Ja, een beetje kobalt ook, hè? Ja. Glanst een beetje. Nou, het is ook zo lang geleden dat we... dat er echt een wasstraat uit is gekomen. Ik denk dat het best wel een fout was om het ook in de zomervakantie uit te geven. Want we hebben best weinig resultaten of reacties gekregen. Ja, niet dat dat een doel is, maar het viel wel op. Ah. Ik had volgens mij ook gewoon minder te zeggen. Of ik was met andere dingen bezig. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik denk dat dat het was. Dat heb ik nu eigenlijk ook. Ik ben ook afgeleid. Volgende week moet ik... op 2 congressen spreken. 1 in Oslo en 1 in Nuremberg. Oh, wauw. En normaal spreek ik helemaal niet op congressen. Zeg gerust een jaar niet. Mm-hmm. En nu ineens op 2. Dus ik ben... En daar spreken ook wat imponerende figuren. Dus bijvoorbeeld Jeffrey Zeltman spreekt op 1 van die congressen. Dat is toch een van de figuren van wie ik... een boek schreef over hoe je websites moet maken voordat ik wist dat je websites kon maken. Ja, ja. Bekend van listapart.com. Ja, precies. Hij heeft listapart opgezet. Meneer Byung Lee, dat is een van de mede-uitvinders van CSS. Dus die heeft het bedacht samen met Bert Bos. Oh, daar moeten we het ook even over hebben. Dus die spreekt daar ook. Op het andere congres spreken Jeremy Keith en Vitaly Friedman. Nou ja, dat zijn gewoon webhelden. Dus dat is... Vitaly is van... van Smashing Magazine. Ja, precies, ja. Van dat mooie magazine waar je voor hebt geschreven, toch? Ja. Dus ik ben een beetje... Ja, dat is altijd wel heel spannend. Ja. Maar is het iets waar je jezelf ook heel comfortabel bij voelt? Dus het onderwerp bedoel ik? Ja, het onderwerp wel. Dus het is een... het is een beetje... presentaties geven vind ik leuk. Uh-huh. Aan de ene kant. Ik vind het dus leuk om aan mensen te vertellen. Om mijn kennis over te dragen. Ja. Ik heb ook meer dan genoeg te vertellen. Maar ik vind het ook super spannend op de een of andere manier. Ik vind het ook gewoon voor zo'n groep, ik weet niet hoeveel man er zijn, 200 man of zo. Zo'n zaaltje. Ook met allemaal experts, dat is ook altijd zoiets. Hè? Dan heb ik altijd het idee dat mensen het beter weten dan ik. Dat ik ook de eerste... Oh, echt waar? Ja, ja. Oké. Ik vind die panels vind ik juist altijd heel erg leuk. Want dan zie je ook mensen echt met elkaar spelen, weet je wel. Vroeger dacht ik echt van, ja, maar ik zit hier nu met allemaal van die... top-experts. Mm-hmm. En dan ik hield een keer een presentatie over responsive design op Frontiers, dus 3 jaar geleden, bijvoorbeeld een klein Frontiers bijeenkomstje. Ja. Dat ik zoiets, ja, weet je, hier komen gewoon gasten van wie ik het heb geleerd. En dan ga ik hier lopen vertellen, die weten het veel beter. Ja. Dat was niet zo, want het bleek dat
niet iedereen elke avond, de hele avond alleen maar zit experimenteren met zijn vakgebied. Ja. Ja. Mensen doen ook, hebben een sociaal leven. Anderen. Dus dat was... Ja, dat is wel... leerzaam. Ja, precies, ja. Goed, en sommige mensen die kunnen heel goed over praten. En mensen als een soort van... hoe heet het? Vroeger ook weer. In Apple hadden we dan ook een paar van die mensen die alleen maar mensen enthousiast maken ergens over. Oh, maar ja. Voor de rest niet super diep op de inhoud gaan. Ja. Hoe heet die dingen ook weer? Evangelisten. Ja? Ja, zo heet dat. Oké. Okay. Maar, ja. Maar goed, volgens mij heb ik een leuk verhaal. Oh, tof. Er zitten wat dingen over hoe je moet ontwerpen voor een... Nou, eigenlijk is het een verhaal wat ik probeer te vertellen is over... ik ben op onderzoek uitgegaan of we dingen kunnen leren van andere vakgebieden. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar grafisch webdesign, dus grafisch ontwerp voor op het web. Van hoe kunnen we misschien het een en ander leren van hele andere vakgebieden. Oh, ja. Bijvoorbeeld tv of zo, dacht ik. Dus ik heb met cameramensen gesproken. Of architectuur. Ja, wat leuk, dus ik heb met architecten gesproken. De eerste eigenlijk dingen die in me opkwamen was een hele simpele natuurlijk. Want het web is een flexibel medium en ik merk dus dat we daar moeite mee hebben om daarvoor te ontwerpen. Mm-hmm. Omdat tot nu toe was alles, of bijna alles, was gewoon een fixed medium. Dus dat geeft houvast, dat is makkelijker. Ja. Dus het is een nieuwe manier van denken die we nodig hebben om te kunnen ontwerpen voor een flexibel medium. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, is dat wel zo dat dat zo uniek is? Hè? Zijn er niet andere vakgebieden geweest die zich daar ook mee bezig hebben gehouden? Ja. Nou, ik kwam eigenlijk alleen maar op logo printen op ballonnen. Oh, wow. Qua flexibel medium. Ja. En tatoeages zetten op dikke buiken die dan dun worden. Ja, of nog erger, worden dunne buiken die dik worden. Ja, maar goed, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus dat valt eigenlijk... Dan schaalt het mee, hè? Ja. Of tenminste, en dan over die buiken, ja, dat is niet de meest charmante manier vaak. Ja. Nou ja, goed, dus dat is een beetje... Ik zat een beetje daarnaar te kijken. Ja, ja. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie van, nou helaas, er is niet zo heel erg veel waar we... Nee, het is een uniek medium, zo gezegd. Het is een uniek medium en we moeten het zelf maar uitvinden. Ja. Dus je hebt wel wat in de fotografie, hè, dat de bepaalde stok commerciële fotografie, daarbij wordt het onderwerp altijd helemaal in het midden gezet. Ja. Zodat je er heel veel verschillende uitsneden van kunt maken, van één foto. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk een soort van responsive design, waarbij je dus zou kunnen zeggen van, nou ja, afhankelijk van de grootte of het medium passen we de layout van de foto aan. Ja. Maar goed, dat kunnen we inmiddels. Daar hebben we helemaal geen fotografie voor nodig. Zo bijzonder is dat niet. Dus kwam niet echt tot dingen. Er waren een aantal dingen. Eentje die ik wel bijzonder vind, dat is mobiel. Dat is eigenlijk best erg, dat we dus van mobile app development, mm-hmm, of mobile app design, dat we daar wat van leren kunnen leren op het web. Dat vind ik eigenlijk best erg, omdat dat zo nieuw is. Dus we gaan leren van een medium wat veel nieuwer is en die hebben dingen uitgevonden die ook supergoed werken op het web en wij hebben dat in die 20 jaar niet kunnen uitvinden. Nee, dus, ja, ik weet het, maar dat is... Het is dat de remmende voorsprong? Nou, ik vraag me af hoor. Het is, ik denk dat het een soort van haasje over is. Dat zodra het woord app en applicatie viel, dat toen ook een discipline, user interface design, ook echt naar voren kwam. Die bestond al heel erg lang. Ja. Ik bedoel, die zit in de, industrie en televisie maken en weet ik wat. Daar komt het allemaal al voor. Ja, maar die zat ook al echt heel lang in het web. En... Ja, nee, het was wel nodig, maar ik vraag me af of er inderdaad user interface designers, of die ook op die manier bezig, of die wel betrokken werden voor websites. Want dat is content, dat is iets anders dan... Ja, maar die hielden zich er wel mee bezig. Ja. Dat is het. Maar goed, in elk geval, ik vond een van de dingen die ik opvallend vond, is dat het tegenwoordig... Of vroeger was het zo, elke website had gewoon linksboven een groot logo. Ja. En
daarnaast een navigatie. En links een navigatie en rechts widgets. Ja. En onderaan footers. En we hadden blijkbaar kleine schermpjes nodig om erachter te komen dat we helemaal geen widgets nodig hebben. Ja. En dat niemand zit te wachten op een altijd aanwezige navigatie. Omdat de meeste mensen nu helemaal toch komen voor de content van de pagina waarop ze zijn op dat moment. Het is een... Dus we hadden kleine schermpjes nodig en een paar slimme ontwerpers. En zelfs niet eens op het web. Op het web was het ook. De eerste mobiele websites, dat waren menustructuren. Dus dan ging je steeds dieper het menu in. En daarna kreeg je pas wat. En daarna kwam je pas uiteindelijk op een pagina. Ja. Dus dat is een... Ja, grappig inderdaad. En nou ja, dus... Maar, ja. Maar dus dat is een van de dingen waar responsiveness en... die flexibiliteit blijkbaar wel echt impact heeft gemaakt. Ja, bij mobiel merk je dat we daar hebben geleerd om ons te focussen op het onderwerp. Mm-hmm. Dat dwong ons. Terwijl we vroeger gooiden gewoon alles wat we konden bedenken op een pagina. We hadden toch nog wat witte ruimte. Ja. En nu zien we van nou, misschien is die witte ruimte ook wel functioneel. Oliver Reichenstein die zei dat ook laatst in een tweet. Die had een nieuwe... die maakt IA Writer. Dat is een hele simpele... tekst editor en toen kreeg je de opmerking van ja, ik heb allemaal witruimte links en rechts. Ja. Dat ding kan dat is... niet gevuld worden met tekst? Nou ja, precies. Kan de tekst niet over kolommen of zo? En hij noemde dat there is such a thing as useful white space. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het is beter om witruimte te hebben dan erop. Dat is toch die developer die een eigen font heeft ontwikkeld omdat alle andere fonts niet voldeden? Ja, waren net niet goed genoeg. Echt geweldig. Ja. Maar ja, goed, de applicaties inderdaad. Ziet is dat op Android is nu heel erg aan het onderzoeken hoe ze om moeten gaan met responsive design. Dus daar verwacht ik eerlijk gezegd ook nog wel veel van. Android als er iets een speeltuin is. Want bij Android heb je, als je een applicatie maakt, dan moet die werken op allemaal verschillende formaten. Je weet, net zoals op het web, weet je eigenlijk niet hoe jouw bezoeker hem, jouw creatie gaat zien. Nee. Dus Android heeft er allemaal tools voor ontwikkeld. Die heten dan weer anders dan media queries, maar dat is ongeveer hetzelfde. En het is interessant. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen gaan verwachten. Ja. Anders dan... Anders dan van het web zelf. En boekenmakers. Dat is misschien een leuk bruggetje naar het praatje wat Bert Bos gaf. Vertel. Dat is dan weer een uitvinder. De uitvinder van CSS. Dat is wel leuk. In de Waag gaf hij dus een praatje. En hij zei... Ja, CSS, dat was ik aan het ontwikkelen samen met iemand anders... En er waren 5 andere initiatieven en toevallig heb ik gewonnen. En daarom ben ik nu de uitvinder van CSS. Maar anders was ik gewoon yet another nerd geweest. Ja, ja, ja. Dat vond ik wel leuk. En hij zei er ook bij, het idee achter CSS was dat het tijdelijk zou zijn. Ja, precies. Ja. Het zou maximaal 10 jaar een rol spelen. Inmiddels is het... Het moest niet langer meegaan, want het... Het was niet goed genoeg. Nee. En het was alleen maar voor documenten. Het was niet bedoeld om user interfaces mee te beschrijven. Maar dat is wel gebeurd natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en hij gaat er nu ook echt vanuit een soort van pragmatisme gaat hij ermee om. En een van die dingen is ook dat CSS gebruikt wordt bij boeken. Ja. Ik weet nou niet of het exclusief wetenschappelijke boeken zijn. Nee, er zijn gewoon steeds meer grote uitgevers die beginnen HTML en CSS... te gebruiken. Vanwege de e-readers natuurlijk. Vanwege de e-readers. Maar ja. Dus dat je maar één formaat nodig hebt wat het zowel in een e-reader, maar ook in print doet. Ja. Dus die stappen af van PostScript, denk ik. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Ja, van Tech zal het voor de wetenschappelijke brieven zijn. Tech is zo'n hele oude taal waarmee je opmaak en inhoud, met name wiskundige inhoud, heel mooi kan combineren. Het is een heel effectief taaltje, maar het is ook heel complex om te leren. Dat is eigenlijk het eerste wat je leert als je op de universiteit kwam vroeger. Oké. Maar wat ik heel erg tof vond, is dat hij dus vanuit die interesse van
al die boekenhandelaars en die dus met e-books bezig zijn, dat hij had ze van, ja, want soms, en ik weet niet of hij dat zei of iemand in het publiek, maar die zei van, ja, soms is een pagina is een handigere interface dan de scrollbar. Ja. En dat vond ik zo verhelderend. Het was niet eens in me opgekomen. Oké, bij mij was het juist, ik had het op een gegeven moment, zag ik dat, dat Opera was bezig met paged layout, ja, voor CSS. En dat is precies dit. Ja, gepagineerd. En ik werd daar een beetje chagrijnig van. Want ik wil helemaal geen bladzijde. Ik vind scrollen handiger. Ja. Ik vind dus een scrollbar, niet zozeer een scrollbar, maar scrollen vind ik een prettigere interface dan... Ja, een oneindige stroom aan, ja, content in plaats van een in stukjes gehakte, ja, dus content. Ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik dus op e-readers, vind ik dat vervelend. Daar moet ik onthouden waar op de bladzijde mijn ogen zich bevinden. Terwijl als ik een lang artikel lees, scroll ik altijd de hele tijd dat stukje tekst wat ik aan het lezen ben naar ongeveer 1/3 van de bladspiegel. Ja, ja. Dus ik hoef nooit te zoeken, want daar was ik bezig. Ja, en ik heb een, en dat is denk ik het verschil waarom ik het geweldig vond en jij misschien je wenkbrauwen ervoor van omhoog trok. Zeg maar, want ik heb een grafisch geheugen, ja, dus ik onthoud bladspiegels. Ah, okay. Dus ik onthoud ze van, oké, er was eerst een blokje erboven en dan een tweede blokje en dan was er zo'n uitstilpuntje en daar was ik gebleven. Ja, ja. En dat, en zo kan ik ook heel snel door een boek heen pagineren. Ja, okay. Met aardrijkskunde was dat ook heel erg handig. Ja, okay. Want dan was het de pagina met waar alle kaartjes blauw waren. Ja. Nou ja, goed, maar het kan allebei. Hè. Het, ja, is ook allebei. Maar het wordt wel gedisqualificeerd in het web. Zo van, ja, nee, pagina's bestaan niet meer. Kom op, we hebben ze scrollbaar. Dat is... Ja, kijk, pagina's... Je zou ze kunnen emuleren. Je zou dus een pagina-vullend ding kunnen maken. Ja. Het punt is alleen dat je... Dat is hartstikke complex. Dus je gaat dan iets heel moeilijks doen. Terwijl gewoon een lange pagina met een scrollbar is super makkelijk. Ja, tenzij het projecteert als een e-reader... Of als, ja, een magazine. Ik vind magazines vind ik nog steeds heel erg leuk. Want juist omdat je dus ook wat speelser kan omgaan ook met content. Maar ik denk dat het ook heel erg haak staat op zo'n, ja, beetje alles wat... We kunnen veel wat speelser omgaan met illustraties dan in een papieren magazine. Dat vond ik een beetje jammer van het verhaal van Bert Bos. Dat, waar hij zich nog steeds op focust, is het proberen om 100%... Ja. De boekdrukkunst te kunnen emuleren, ja, met CSS. Ja, ja, dat vond ik ook jammer. Dat was echt een beetje regressief. Jammer, want ik heb het idee van, er zijn ook dingen die we veel beter kunnen. Of moeten we eerst 100% hebben voordat we kunnen gaan onderzoeken wat we nou allemaal met dat, nee, web native kunnen. Ja. En goed, dat is misschien niet Bert Bosse taak. Daar hebben we andere briljante figuren voor. Ja. Tab Atkins is daarmee bezig bijvoorbeeld. Dat is ook hetgeen wat ik zo jammer vind aan Adobe. Wat Adobe probeert, die hebben allemaal modules bedacht voor CSS. Waarbij je regions kunt aangeven waar de tekst doorheen float. Mm-hmm. Wat je eigenlijk dan doet is, hoe heet het, papier emuleren. Ja. En je negeert, of je probeert zoveel mogelijk de eigenschappen van het web te negeren. Ja. Ik zag een mooi voorbeeld van hoe het nuttiger kan. Dat is een New York Times artikel, een nieuwe, een geïllustreerd artikel. Die nemen wel eens de tijd om een lang artikel heel goed te illustreren. Ja. En je hebt tegenwoordig heel veel van die websites die hebben van die scroll-effecten. Dus als je gaat scrollen, dan beginnen... Is met parallax en dat soort, ja, dingen. Ja, allemaal, ja, animaties. In plaats van dat je pagina scrollt, ja, animeert de pagina. Ja, het scrollen is zeg maar het motortje van de animaties. Ja, het ziet er fantastisch uit, maar het is ook verwarrend en... super irritant als je hardware niet helemaal up-to-date is. Dus als je niet, ja, dezelfde super hardware hebt als een developer die het gemaakt heeft, dan ben je fucked eigenlijk. Ja. En dat geldt voor al die scrollpagina's. Maar wat deze hebben gedaan, het is heel simpel. Eerst een foto van de spread als het ware, met een beetje een foto met de inleiding zoals veel artikelen beginnen. Mm-hmm. Die scrolt weg en dan krijg je de inleiding, een wat langere inleidende tekst. Of nee, niet. Dan krijg je een kaart en die kaart zoomt heel mooi in. Ja.
En vervolgens scrolt die kaart weg en dan krijg je gewoon het artikel. En dat scrolt zoals een normaal artikel op het web. Alleen links staat, het gaat over een reis door afgelegen gebieden in Rusland. Mm-hmm. En links staat een soort van routekaartje. En hoe verder je scrolt, zie je dat die route afgelegd wordt. Leuk, joh. Het ziet er super mooi uit. En je kan bovendien ook nog op die route klikken en dan ga je naar dat stuk in het artikel. Okay. Dus het is ook nog eens een functionele, dynamische illustratie. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja. En dat is niet het gebruiken van scrollanimaties omdat het kan, moeten we dat doen. Nee, dat is omdat we bedacht hebben, zo'n soort van inhoudsopgave aan de linkerkant, waarbij je duidelijk ziet waar je bent, dat is handig. Ja, het draagt iets bij aan het verhaal, maar ook aan de, aan de interactie, zeg maar. Ja, dat leuk. Vond ik een voorbeeld van hoe het wel kan. Wat je ook kan doen. En dat is ook een je ziet aan de ene kant zie je die trend van alles moet complexer. En we moeten we kunnen voor touch optimaliseren, dus moeten we dat doen. Ja, en we kunnen voor en dit en dat. Dan gaan we er allemaal opzetten. Terwijl wat je aan de andere kant zie je dus ook een mooie trend. En die is, laten we eens even kijken of er ook overeenkomsten zijn tussen touch en muis bijvoorbeeld. En in plaats van dat we twee verschillende experiences gaan neerzetten voor die twee manieren van input. Mm-hmm. Gaan we kijken of dat ook met één oplossing kan. Ja. Het is veel makkelijker om te maken, het is veel simpeler om te onderhouden. Visueel vaak ook wat rustiger. Waarschijnlijk ook prettiger in het gebruik, want je hebt er beter over na kunnen denken. Het is allemaal simpeler in plaats van complexer. Ja. Je hoeft niks te hacken, wat eigenlijk al ervoor zorgt dat het beter is. Dat is wel zo, want wat je vaak ziet is dat een soort van JavaScript wordt ingeladen die zeg maar het verschil tussen de twee modi, mobiel of desktop, dat ze dat verschil automatisch oplossen. Ja. Maar wat jij nu zegt is dat het dus eerder een oplossing moet zijn die dat niet op die manier oplost, maar gewoon van zichzelf heel eenvoudig is. Dus wat is de overeenkomst tussen een muis en een vinger? Mm-hmm. Dat je iets kunt activeren. Ja. En dat is niet alleen met muis en vinger, dat is ook met je stem, dat is ook met een toetsenbord, dat is met heel veel dingen. Activeren is de enige actie waarvan je zeker weet dat de gebruiker hem tot zijn beschikking heeft. Ja. En als hij hem niet heeft, dan heeft hij niet een input ding. Dus dan kan hij niet interacteren met je website. Dus daar kan je niet voor optimaliseren. Maar elke gebruiker kan activate doen. Of activate, of zijn dikke vinger gebruikt. Ja. Of met een muis of met een toetsenbord het bedient. Of whatever er opnieuw bedacht wordt. Hè? Want dat is ook weer zoiets. Over 5 jaar is er vast en zeker een nieuwe manier van interacteren. Waar we nog niet over hebben nagedacht. Want de muis, bij de muis zal het ook wel, de mouse over. Ja. Dat was ook een soort van per ongeluk uitvinding die nu gebruikt wordt om voor mensen om te verkennen. Ja. Dus dingen die onzichtbaar zijn. Maar je ziet dus mouse over was eigenlijk een probleem. Dat wisten we nog niet, maar dat hebben we heel veel gebruikt. En we zetten heel veel belangrijke content verborgen we achter een muis. Omdat we wisten dat mensen er met een muis overheen gingen. Ja. En dat was ineens stuk, omdat mensen ineens een touch device hadden. Ja. En dus als je nu gaat zeggen van ja, maar mensen hebben of een touch device of een muis, dan negeer je de mensen die dat niet hebben. En misschien zijn dat er nu nog niet zoveel, maar over 5 jaar loopt iedereen misschien met een Google Glass rond. Ja. Ik hoop het niet, overigens, maar wellicht. Nee, mooi. En hoor je iedereen de hele dag zeggen Google activate! Oh, alsjeblieft. En dan zeggen ze, kut, weer zo'n mouse over ding, dat werkt niet. Weer alleen maar voor touch geoptimaliseerd. Dan kunnen we gaan kiezen van, nou, we gaan het nu straatbeeld vol met glasholes. En dan kan je gaan zeggen, we gaan het nu ook optimaliseren voor Google Glass. Maar je kan ook zeggen, nee, we gaan het nergens voor optimaliseren. We zoeken naar de overeenkomsten. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor responsive design. Bij responsive design, wat we deden, was toen dat net kon. Wow, en dan kunnen we, als het zo klein is, zetten we de widgets aan de linkerkant. En dan 200 pixels later zetten we de widgets aan de rechterkant. En dan zetten we het menu zetten we boven en dan zetten we het beneden. En dat deden we allemaal, omdat het kon.
En we zaten allemaal te kijken van wauw, ja, we hadden ruimte te vullen plotseling. En het was tof om te doen. Ja. Maar toen vroeg de klant ineens van ja, we willen nieuwe widgets erin hebben. Mm-hmm. En dan heb je een probleem, want die widget moet je dan op 4 verschillende layouts moet je die erin gaan vlotten. Ja. En vooral ook waar komt die dan? Hè? Want dat, nou, was ja. Dat was de grote truc met het verhogen van de resolutie elke 2 jaar. Was het ook juist zo van, oh wauw, dan kunnen we eindelijk alle belangrijke dingen op gelijk niveau zetten. Dus dan worden alle managers tegelijkertijd even blij. Nou, dat was een uitvinding. Alles het allerbelangrijkste. Ja, precies. Ja. Eigenlijk zou schermen moeten uitvinden die horizontaal uitgelijnd zijn. En dan 20.000 pixels breed en 480 pixels hoog. Ja. Dan kan je alle widgets even hoog, ja. Even hoog zetten. Ja. Naast elkaar. Dat zou ideaal zijn. Nou ja, maar goed. Maar dat is een. Ja. Ik denk dat dat is. Dus je hebt de beweging die zegt we willen alles het meest spectaculair. En dat is natuurlijk altijd ook tof. Mm-hmm. En dat zit meer in de reclamehoek, denk ik. En je hebt dan de groep die zegt van nou, misschien moeten we dingen juist wat ingetogener en eenvoudiger houden. En moeten we helemaal niet naar complexe oplossingen zoeken, maar juist naar overeenkomsten. Ja. Dus bijvoorbeeld, als we een website breder maken. Is het eigenlijk wel nodig om er een tweede of een derde kolom bij te zetten? Of is 1 koloms layout eigenlijk wel prima voor elke resolutie? Ja. Ja, dat is. En die conclusie trekken steeds meer sites eigenlijk. Dat ja, of in elk geval de vraag stellen ze. Dat is wel fijn dat ze die vraag stellen. Ja, ja, ja. Misschien weer vanzelfsprekend. Ja. Ja, je komt het heel veel tegen ook bij die, van die long read, long tail content websites. Ja. Daar zie je ook zo van, ja, nee, maar de echte waarde, dat zit hem in het verhaal. Dus nou, laten we daar de ruimte voor geven. Ja. En dan komen er natuurlijk wel video's en mooie grote foto's, et cetera. Maar ook ja, daar, dus daar weten we inmiddels, ook vanuit de, dan toch vanuit de boekdrukkunst, weten we dat er een regel een soort van ideale lengte zou hebben. Ja. Ja, dus ja, ja, dat is ook een van mijn conclusies van dingen wat we kunnen leren van andere vakgebieden. Dat is inderdaad de boekdrukkunst. En dat is eigenlijk best wel. Je hoort een hoop mensen die het web tof vinden, hoor je altijd zeiken op. Je bent zeker een papierdesigner dat je niet flexibel kunt denken. Een beetje minachtend. Ja. Maar daar is echt wel fantastisch onderzoek gedaan natuurlijk. Dus daar halen we eigenlijk al onze kennis over goede layout en goed design. Ja, dat wij nu allemaal daar weer vandaan. Ja, en terecht ook. Ja, dat is fantastisch. Wat is dan de fietspad? Dus dat is. Ja, dat is zeker wel. Dat is wel grappig, want ik was dus. Ik wilde iets zeggen over responsive content. En dat, daar waren we dus achter gekomen, want sommige mensen die zeggen van ja, die long read content, hè, die long tail content of lange verhalen, et cetera, daar is niemand naar op zoek. En daar zijn ze dus bij BuzzFeed, ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is een soort van, hoe zal ik het uitleggen? Je vindt daar allemaal leuke gifjes van grappige honden die in slow motion rennen. Okay. Weet je wel? En leuke korte verhaaltjes of opvallende rare ongelukken. Dat soort dingen doen ze in hele korte vorm, zetten ze die op de website en die sturen mensen naar elkaar toe. Ja. En dat vinden ze allemaal hilarisch. Ja. En daar zijn ze dus achter gekomen dat als ze daar, stel dat er een artikel is over een ongeluk of iets dergelijks, en dat ze daarna een lang artikel schrijven over datzelfde ongeluk, maar wat er dan uiteindelijk is gebeurd. En een interview met degene met wie het was gebeurd. En misschien een filmpje erbij van, ja, et cetera. Dat mensen dat ook heel erg interessant vinden. Dus dat, dat het helemaal niet zo plat is dat mensen kortere concentratiespannes hebben. En, dat maar ze dingen willen eerst een klein triggertje. Dan willen ze dan zoiets hebben van, ja, maar wat is er eigenlijk mee gebeurd? Weet jij dat? Ja, inderdaad. En dan is het de verdieping. Echt het natuurlijk ook. En nog niemand heeft al, tenminste, heel weinig wordt dat gedaan. Dus, wees maar, het is alles vol. Oh, nee. Dus ik vond dat wel heel erg leuk. Dus daar kan je ook alles van vinden op over die bevindingen ja, van die. Goeie ook om dat te combineren. Ja, ja absoluut. Ja, ja, gewoon. Fantastisch. En daar zijn ze enorm succesvol in ook. Ja. Dus nou. Ja. Slim. Alright. Nou. We zijn er weer. Deze gaat.
Doei. Doei, tot snel. Oh, hij stond hier.